Leren opnames. En dat kan eigenlijk maar door één duo. Bende Sigaar. De Deurzakkers. Er was een ander dan Omar. Nee, dit is de eerste keer tenminste dat we echt zeggen, nou oké, we gaan medewerken voor een film. Dat is nog nooit eerder gedaan, gebeurd. We hebben ook nog nooit we hebben wel een paar keer aanbiedingen gekregen. Maar ja, als we er niks mee hebben of we het onderwerp niet interessant vinden, dan doen we het niet. En dit is juist het omgekeerde. Dit is helemaal pas precies bij ons. De film is een afstudeerproject van Rob Jansen en gaat over sigarenboer Jos die niets liever wil dan Prins Carnaval worden. En dit jaar is het laatste jaar dat hij kans maakt. En juist dit jaar komt hij erachter dat zijn mederaadsleden zich met allerlei duistere en onzedelijke praktijken bezighouden. En wat er dan allemaal gebeurt. En zo krijgt een film over een vrolijk feest een erg duister randje. Ja, de ruzies onderling lijken lullig, maar het gaat om het Prins Carnavalschap, het prinsschap. En dat is het belangrijkste wat er is in die film. Er staat nog geen seconde op film, maar de muziek is al te horen. Oh, geef me toch eens raad. Ik weet van de prins geen kwaad, maar ik ben altijd weer sigaar. En de eerste attributen zijn al te zien. De scepter van de kraaienduikers. Van de prins, het meest begeerde edelmetaal in Heesteren. Hoe is dat nou om voor het eerst je eigen verzonnen scepter vast te houden? Dus met alles wat binnenkomt. Ik vind het met dit liedje ook. Je kunt een hoop denken, maar als het dan vervolgens in de kast blijft liggen, is het jammer. En ja, dit soort dingen maken het gewoon af. Ik weet van de prins geen kwaad, maar ik ben altijd... Wie zou de beste prins zijn van jullie twee? Maar ik denk gevoelsmatig dat ik daar zou zijn. Toch wel? Jawel. Ik denk ik, maar goed. Ja, ik denk dat ik daar zou zijn. Hutsche!